Illimani Koulibaly, welkom bij KV Kortrijk. Hoe voelt het om terug in het Gouden Sporenstadion te spelen? Ja, hoe voel ik? Gewoon ja, bedankt om te verwelkomen. Maar ik ben echt content om terug te komen hier thuis horen. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Gewoon ja, ik ben blij. Is er veel veranderd? Ja, een beetje. Beetje veranderd, omdat ja, die kleedkamer die kent bijna één speler. Ik heb toen gespeeld, is Oussala. En de rest ja, is gewoon met de coach en de staf. Ik veronderstel dat je goede herinneringen hebt aan je eerste verblijf bij KV Kortrijk. Ja, altijd. Hè. Dat blijft. Hè. Dat is ja, om hier kampioen te spelen. En ik heb ook meegemaakt mijn eerste keer in eerste klas. Dat blijft altijd. Kan je dat nooit vergeten. Ja, je was een sterke speler, het laatste seizoen dat je hier speelde. Ja, sterk ook. De ploeg was sterk. De coach, de supporter achter de ploeg. Ja, alles was goed. Waarom heb je terug voor Kortrijk gekozen? Ja, omdat ja, die keuze was. Ja, ik heb een keuze. Maar als je moet keuze pakken, is het beter terug naar huis. Als je weet niet waar je gaat. Hein van Hazenbroek was toen je trainer, is opnieuw je trainer. Heeft dat meegespeeld in je keuze? Ja, ja, nog maar gezien. Is het makkelijker of ook is beter als je speelt met de coach die je kent. En die ook aan u vertrouwen kan geven. En dat is de belangrijke dingen. Daar heb ik ook mee gespeeld. Die ambitie is ja, gewoon zo hoog mogelijk. Dus, ja, welke plaats, dat is moeilijk om te inschatten. Maar nu gewoon ja, zo hoog erop. En voor jezelf dan, wat is jouw ambitie dit seizoen? Gewoon ja, spelen en doen mijn best, alles geven voor de ploeg. En ja, één seizoen eindigen is lang geleden. Ja, je zei het daarnet al, de supporters zijn speciaal hier in KV Kortrijk. Hoe zou je die omschrijven? Ja, dat is moeilijk om te. Je moet dat voelen. Als je bent op de plein en je speelt, je geeft alles. En je voelt de steun van het publiek. Ja, je kan je gewoon verbeteren. En ja, dat is moeilijk om te zeggen. Gewoon, ja, ik heb altijd respect. Ook toen ik was vertrokken, ze zijn altijd achter. Ja. En ook, ik bedank al die supporters voor dat. Dat doet echt. 4 jaar terug hadden ze een liedje voor jou, ken je nog? Ja, ik ken dat niet vergeten. Hoe ging het weer, weet je nog? Maar ik ga die laten voor de supporter. Oké, hartelijk dank, veel succes. Graag gedaan. Dank u.